hier bij mij in de studio. Burgemeester Abu Talib, welkom. Goedenavond. Stel je vraag aan de burgemeester. Hij zit hier toch? Tot zo. Rijnmond Nu. Nieuws en discussie. Met bij mij in de studio burgemeester Abu Talib. Yassine, stel je vraag maar. Dag burgemeester. Goedenavond Yassine. Hoe gaat het met u? Oh, goed hoor, de zon schijnt en ik voel me altijd prettig als de zon schijnt. Nou, dat is mooi om te horen. Nou, ik had een vraag gesteld. Wat u eigenlijk doet met Rotterdammers die vinden dat u ze te hard aanpakt. En dan heb ik het over de Marokkaanse gemeenschap en de moslimgemeenschap in Rotterdam. En die vinden dat u te hard voor ze bent. U als burgervader hoort er voor elke Rotterdammer te zijn. Zeker, maar ik accepteer niet dat er sommige mensen vinden dat ik het voor hen moet opnemen. Maar als de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Talib, zegt... jongens, als het je hier niet bevalt, donder maar op... en dan hoef je ook niet meer terug te komen. Ja. En bovendien, ik vind dat moslims wel ook individueel afstand zouden moeten nemen... dan noemt u hem een populist. Ja, dat noem ik hem ook, ja. Dat is toch onzin? Nee, dat is geen onzin, omdat ik namelijk... Wat is daar populistisch aan? Nou, dat zal ik u uitleggen. De heer Abu Talib heeft nogal de neiging... dat als er naar moslims moet worden geschopt, dan zal hij dat als eerste doen. Hij is zelf moslim. Ik zal het u nog even omdraaien. Hij is zelf moslim. Heeft u afgelopen week meegekregen hoe Machiel de Graaf zich uitliet over de islam? Heb ik meegekregen. En heeft de heer Abu Talib gezegd, dit is toch een schande dat dit in ons land gebeurt... en ik als vormer van de moslim neem het dan op? Heeft u hem gezien? Ik heb hem niet gezien. Ik heb hem ook niet gezien. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat niet vindt of dat hij zich daar op een later moment niet over uitlaat. Op dat soort momenten laten zich daar niet over uit. Dan wat ik met de organisatie Rotterdam, die zeggen, we zijn er helemaal klaar mee. Ja? De heer Abu Talib heeft geen recht om dat te zeggen. Ahmed Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam... onverbiddelijk hard tegen zijn eigen afkomst, rechtlijnig, duidelijk. Deze man die weet van aanpakken. Het is schandelijk. Mensen kunnen in Rotterdam niet winkelen vanwege Marokkaanse en Antilliaanse jongens. En uitsluitend die twee nationaliteiten. En als je het hier niet ziet zitten, omdat je humoristen niet ziet zitten die een krantje maken. Ja, mag ik het zo zeggen? Hot of hop. Maar tegen degene die zeggen, ik veracht Nederland en ik heb niets te maken met wat er in de grondwet staat... Tegen die mensen zeg ik, kom dan maandag je paspoort inleveren. Maar toen Abu Talib werd uitgescholden door witte Nederlanders... die aan het protesteren waren tegen een asielzoekcentrum in Beverwaard... Zoals deze man daar met een witte ogen, alles onderschat. Abu Talib kreeg allerlei soorten kankers naar zijn hoofd geslingerd. Sterker nog, hij werd uitgemaakt voor iemand uit een pedofiele cultuur. Islamofobere reactie kan gewoon niet. Nou, er waren momenten die gewoon heel vervelend waren. Er stond een meneer op een 6 meter afstand van mij te zeggen... dat hij mij kanker wenst. Of iemand die zei... burgemeester... pedofilie is in jouw cultuur heel normaal. Maar Abu Talib was niet de harde man die ik ken... als het ging om Marokkanen of als het ging om moslims. Nee, hij was de begrijpende, de zachte burgervader. Je kan er boos over zijn, maar mag ik via u tegen deze persoon zeggen... U kunt altijd mij nog een mailtje sturen en zeggen... Sorry burgemeester, ik was boos, ik had het niet moeten zeggen. Stel je eens voor dat een Joodse burgemeester met moslims voor hem... dat die allemaal K-Jood naar hem hadden geschreeuwd of antisemitische leuzen... had hij dan ook gezegd van... Nou mensen, stuur me een mailtje met sorry? Nederland zou te klein zijn.